Beste kijkers en luisteraars, door een klein technisch probleem is de eerste 10 minuten het geluid weggevallen. Dus eventjes een korte samenvatting wat toen gezegd is. In de voetbalduwe periode waar we nu zitten, een ideaal moment om eens wat actueel te overlopen. Namelijk samen met de Joppe van Clubcast gaan we het ontslag van Karel Hoefkens overlopen en ja, hoe het zover is kunnen komen. Hè. Tussendoor, in deze intro dan, heeft eigenlijk Tom als KVK-fan reeds ode gebracht aan Stork, de nieuwe coach van KVK, na de overwinning tegen Genk. En hij hoopt ook dat deze wat opkuist binnen de club. Dus dat er wat slechte bestuursleden mogen plaatsruimen voor wat betere. In de hoop dat Stork wat invloed heeft op die bestuurskamer. En ook nog respect uitgebracht aan Vincent Company, die met Burnley weer fantastische resultaten blijft boeken. En ook Will Sills, die Reims naar nieuwe hoogte brengt. Nu gaan we gewoon binnenspringen tot het moment waarop dat Joppe bij ons komt voor te komen babbelen over Karel Hoefkens. U hoort ons, hè? Ja. Ja, ja, het lag wel aan mij. Ik dacht dat het niet aan mij lag, maar het lag dus wel aan mij. Dus dat. Jens was alweer als een echte klokkenpodcaster alles in de schoen aan het schuiven, maar het was onterecht. Dacht dat, ja, het kon van mij zijn. Zo. Ik dacht van wat ik nu verkeerd heb. Nee, we waren juist al begonnen over het ontslag van Hoefkens natuurlijk. Hè. Komt dat voor u als een... Ja, misschien eerst even Joppe van de Clubcast, de Club Brugge podcast, één van de. Joppe, hoe zijn de feestdagen al geweest? We zullen misschien even daarover beginnen eerst. Feest, ja, hoe ontspannen. Hoe ontspannen. Ja. Maar dat is het belangrijkste. Voilà, inderdaad. Kwam voor u het ontslag van Karel als een verrassing aan? Ja, niet echt helemaal natuurlijk. Als je ziet dat de wedstrijd zelf, het niveau was toch heel wat minder. Je zag zo, sedert Union, die dubbele achterstand, dat ze terugkwam tot 2-2. En dat kwam altijd maar terug. Een bepaald patroon, dat je wel nog een goede moment had in de match, die dan een kwartiertje of een half uur kon duren, maar dan zakte de pudding ineen. En dat herhaalde zich tot nu. Tegen Oagel, het was te weinig. Ja, het is een beetje te veel tegen de lamp lopen na een voorsprong, gek genoeg. De voorsprongen al te vaak werden weggegeven. En dat is niet echt bemoedigend voor supporters, denk ik. Ik heb zelf ook wat dingen opgezocht. De 3-0 tegen Mechelen en de 4-2 tegen KVO is al van na Union. Dus rond die periode in elk geval ook, hè. Ja, dat zou kunnen. De 4-2 tegen KVO, maar dat was eigenlijk ook echt een slechte wedstrijd. Als je dat zag, KVO was echt een dode mus. Die wedstrijd lang. En toen zeiden we van, dat wie eigenlijk 2 goals kunnen maken tegen ons. Dat was ook al een beetje teken aan de wand. Maar goed. Ja, ik moet zeggen, als je het hebt over tekens aan de wand, het is een totaal ander tijdperk. Hoef ik dat ook over babbelen. Maar als ik Brugge-Kortrijk ging gaan kijken samen met Jens, was dat een match die wij Kortrijk kregen, maar niets mee deden. Omdat we er te weinig goestingen hadden. Dat was eigenlijk al een non-match, vond ik. Ja, inderdaad. Maar het is natuurlijk al vorig seizoen, en zelfs seizoen 1 onder Clément en 2, was dat vaak van die competitiewedstrijden eigenlijk helemaal op niks erop. En toen kon je wel nog een keer de wedstrijd naar je toe trekken met flitsen, maar als je dan tegen Westerlo thuis begint weg te geven en zo. En tegen Sint-Truy nu 1-4. De geschiedenis herhaalt hem en we hebben de competitie in de Champions League overgepresteerd. Heel goed gedaan, maar in de competitie kunnen we het precies toch niet brengen. Maar dat herhaalt zich al een paar seizoenen. Dat is niet alleen onder Hoefkens en zo. Ja, dat is net de vraag. Is dat dan iets wat je kunt doorkijken naar het bestuur toe zelf? Hè? Want het is een beetje een repetitief schema. Clément vorig jaar seizoensbegin werd een beetje hetzelfde gezegd van nu. Champions League was wel goed en zo, maar competitie was dan ook weer minder en heeft er ook het gelag voor moeten betalen. Ja, het bestuur kan toch een beetje meer naar zichzelf kijken, ook in dat opzicht, denk ik. Ja, absoluut. Het bestuur moet naar zichzelf kijken, supporters moeten naar zichzelf kijken. Je voelt ook dat de spanning, als je tegen Antwerpen thuis speelt, nu, bijvoorbeeld dit seizoen, ja, nooit het gevoel dat je tegen Antwerpen aan het spelen was. Dat er een zware rivalenwedstrijd was. Nee, dat was allemaal zeer gezapig, ook van het publiek. Dus dat zet zich ook over op de spelers. De spelers zetten het ook al uit. Het is een beetje vice versa. Hè. De spelers zetten niet over op het publiek. En omgekeerd. Dus het was duidelijk dat de Champions League prioriteit was. Maar je moet wel... Ja, je mag nooit 13 punten achterstaan op Racing Henk. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dus
12, maar ja. Ja, of 12 punten, ja. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wel buitenstaander. Ik heb er een iets minder emotionele blik op. Het zijn twee verschillende dingen dat ik graag op wil inpikken. Want ik vind feedback vind ik persoonlijk het grootste probleem. Wat er gecommuniceerd geweest is vanuit het bestuur. En vooral hoeveel belang de media hebben gekregen in dit verhaal. Waar dat dan ook het deel van de supporters die in dat verhaal meegaat, te veel, naar mijn ogen, te belangrijk is gemaakt geweest. Zowel door media als door bestuur. Ik vind enerzijds dat het absurd is om ervan uit te gaan dat je als absolute topploeg letterlijk elke match top moest zijn en dat moet tonen. Maar je moet vooral kunnen pieken in de juiste momenten. Ik vind dat we binnen Clermont daar wel zeer goed in was. En Hoefkes lijkt mij er ook de perfecte persoon voor te zijn om het niveau dat hij nu in de Champions League gebracht heeft terug te kunnen brengen in play-off 1, waar het eigenlijk in C zou moeten gebracht worden. Maar ik had vooral liever een ander, dus ik had liever dat verhaal gehoord van de ambitie voor Club Brugge moet zijn om elk seizoen top 2 van België te bevestigen en logischerwijs dan ook het vaakst de titel te winnen in België. Door op de juiste momenten er te staan en ondertussen ook in die combinatie op te nemen, Europees als prioriteit te zien. Dat vind ik ook knap van het bestuur dat elk jaar is uitgesproken. Dat is redelijk uniek in België om dat te doen. Het is ongezien in België om daar naartoe te groeien, wat ik ook gezien heb van Brugge. Al jaar na jaar zat je veel dichter bij overwinteren en zat er sowieso aan te komen. Dat hoor ik nu ook als deel van de kritiek naar Hoefkes toe van een deel van de neutrale supporters die zeggen van ja, Brugge ging sowieso overwinteren in de Champions League, dus dat Hoefkes dan nu quote-unquote toevallig doet, zat eraan te komen. Ik ben daar niet mee akkoord. Ik vind dat een zeer knappe prestatie sowieso. En ook de manier waarop was ook heel knap. Mm-hmm. Maar ik vind persoonlijk wel maar normaal dat je niet op alles tegelijkertijd kunt pieken. En zeker niet in een jaar waarin dat je om de halve week een nieuwe match moet spelen. De matchen die Hoefkes gekregen heeft waren ook ongezien qua ritme. Kijk, en tempo, zeg maar. Het is een piek. Het was een enorm hoge piek. Namelijk 4 matchen ongeslagen in de Champions League, geen doelpunt tegen, win. En tegelijkertijd in de competitie 15 op 15 al. Maar daar is het wel bij gebleven. Je moet... Pas op, wel 5 op 6 in de Champions League. Want ik had nog net gezegd tegen Jens ook, Leverkusen moest winnen, kon er niet op rekenen dat Atletico niet ging winnen. Leverkusen moest die match winnen. Dat Leverkusen thuis niet kan winnen tegen Brugge is ook zeer knap gespeeld van Brugge. Ja, zeker. Ja. Ik heb vooraf ook gezegd met die poelen. Ja, Leverkusen werd wel schromelijk onderschat, vind ik. Zeker. Altijd. Die man en gewoon een hele goede ploeg. Oké, die zijn wel in de dip. Maar uiteindelijk winnen ze na het weekend dat wij 0-0 spelen, toch 5-0 tegen de middenmotor in de Bundesliga. Ja. Dus dat was toch een stevige poelen. Ik zei het, we hebben daar gepiekt. We hebben 15 op 15 gepakt, maar sedert dan is het zeer snel naar beneden gegaan en maar herhaaldelijk echt slecht voetbal. Dus ik denk dat ze het vertrouwen niet hadden dat terug ging rechtgezet worden. En dat je daarna na het WK met de fris elan kon beginnen. Hoe fris je het ook kunt noemen, maar je bent natuurlijk ook met 8 internationals. Het is geen gemakkelijke opdracht geweest voor Hoefkes, sowieso niet. Dat hij de opdracht gekregen heeft, is moedig geweest van de club. Sowieso. Ik was ook volledig mee in het verhaal. Maar het was niet gemakkelijk. 3 titels op rij, dat zorgt ook voor verzadiging in alle geleden van de club. Ook bij de supporters, hè? Dat is ook een groot deel. Ook bij de supporters, ja, sowieso. Dat is een soort verzadiging, maar dan toch er niet mee om kunnen dat je 13 punten... Ja. 13 punten is natuurlijk wel zeer veel. Hè. Ja, 12, ja, 12. Voor mij is 13 met... Ik moet wel zeggen, onder Schudder was het op een bepaald moment ook 12. Ik vind het belangrijk om dat toch een keer beter vermelden ook. Ja, tuurlijk. Maar ja, Schreuder was begonnen met een grote achterstand ook. Ik vond Clement zijn half jaar, vorig seizoen, dat hij nog in dienst was, dus van juli tot december, vond ik zwakker dan dat van Hoefkes nu op de ganslijn. Dat de berusting sowieso in alle geleden van de club, 3 titels op rij, ja, het is niet gemakkelijk om dan over te moeten nemen en ook in de competitie dan top te zijn. Maar we verwachten gewoon niet, denk ik, dat we de eerste plaats moesten nemen, want bij Henk staan alle sterren zeer gunstig natuurlijk. Ze kunnen een watje behouden. Ze hebben hun speelskern behouden, ze zijn Torsvet laten vertrekken, maar ze zijn nog genoeg gasten in de plaats. Die mannen hebben ook een hele sterke kern. En ze hebben de goede generatie in de jeugd momenteel. Ja, voilà. Dus. Ja. Het is gewoon een sterke ploeg ook, wat dacht je eerst. Maar 13 punten is dan wel te veel. Sowieso.
Ik weet niet over enkel het probleem, die 13 punten ook. Het is ook een beetje... 12, trouwens. Ja, 12, ja. 12. Ook een beetje misschien... bij de supporters leeft er ook wel vaak het gevoel dat er niet genoeg gestreden wordt door de spelers. Hè. Ja, dat is waar. Dus zelfs al, als ze wel die zwet en glorie, dan is als er wel meer gevochten en gestreden wordt, denk ik niet dat dat verschil van 12 punten zo kwalijk aanvoelt. Nu voelt het al slechter aan, eigenlijk. Ja, maar voor wat ik gehoord heb tegen STVV en Ogagel, ja, er was wel genoeg strijd, maar wat er misschien dan nog erger is, is dat er gewoon mentaal een soort angst in de ploeg zit, waar dat ze zich niet over kunnen zeggen. Dus ik denk niet dat dat aan strijden ligt. Het is eerder een soort, dan mentaal lijkt zeker te kloppen, als je zien kan, maar dat die slechte penalty gereikt zouden hebben, bijvoorbeeld, dat is puur mentaal ook, hè. Ja, voilà, ja, het is waar. Denk persoonlijk, ik heb straks gezegd als mening van de buitenstaander, dat enerzijds absolute top in België iets is dat in mijn ogen juister mag ingevuld worden. Want ik heb het gevoel dat nu veel supporters zweven tussen overschatting en onderschatting. Enerzijds verwachten dat je elk jaar kampioen speelt met een straatlengte voorsprong. Mm-hmm. En anderzijds dan, het moment dat vorig jaar Schöder overpakte, uit schrik zoiets hebben van als we nog derdes worden onder die mannen stoot. Dat waren twee, ik overdrijf nu natuurlijk een beetje, hè, maar het was een ongebalanceerde reactie in beide richtingen, vind ik. Terwijl je als clubsupporter in mijn nog altijd moet verwachten van minstens top 2. Er kan altijd een keer Henk een gouden generatie hebben, Union kan altijd een keer een nieuwe verrassing zijn en een heel sterk scoutingapparaat hebben. Je hebt altijd uitzondering. Antwerp maakt een gigantische financiële put, ook die kunnen er nu laat een keer bovenuit pieken. Maar het verschil is wel dat jullie telkens minstens top 2 blijven en op die manier blijven groeien naar een niveau die onderzien is in België. En dat is vooral de grondstroom. Ja, dat combineren met Europees. Ik denk dat de clubsupporters een beetje een identiteitscrisis zijn, of toch vele ervan. Dat er niet zo goed kan gerelativeerd worden. En dat de gewenning aan succes over heel veel supporters heen gaat. En ja, soms, het is met pijn in het hart dat ik het moet vaststellen, maar doet het een beetje Anderlecht-Jaans. Je voelt het een beetje zo aan. Het is echt van keuvel in het publiek. Ja, ik zit er zelf, ik heb een abonnement dat ik zeg van, kom aan, wat is dat hier? Dat is ook door Groen Armee, trouwens, die er niet meer is. Een belangrijke supportersfederatie die gestopt is. Dus, Maar ik herken ook een beetje vlagen bij België. Het België-gevoel is ook, plotseling zijn wij een topland. En moet ons ook als dusdanig gedragen. En je merkt dat daar veel tweespalt is in de supporters. Dat er sommigen zijn die zeggen van... Wacht, dat we er überhaupt bij een WK terug bij zijn, is eigenlijk wel knap. We hebben dat lang niet meer meegemaakt. Terwijl je eigenlijk moest zeggen, we moeten altijd bij de laatste vier zijn. En als we daar niet geraken, dan moeten we vooral kijken waar het verkeerd liep. Want dat is eigenlijk de verwachting die we moeten hebben. Mm-hmm. Maar die verwachting heeft lang niet iedereen nog. Het is ook zo, overschatting, onderschatting, mix. Ik vind het een beetje een soortgelijk verhaal. Met ook als zelfde constante, dat vooral Vlaamse media daar precies doelbewust ook een verkeerd verhaal in... pushen. Mm-hmm. Ik heb een interessant gegeven feitje ontdekt. Ik heb een keer gewoon puur statistisch opgezocht wat de resultaten zijn die Hoefkes heeft gehaald. Hij heeft gemiddeld 1,89 punten gehaald op 3 van alle matchen dat hij heeft gecoacht. Mm-hmm. Waarvan dus inclusief 6 Champions League matchen, inclusief alle toppers van België al in de heenronde en inclusief de Supercup tegen Gent. Martinez heeft in dezelfde periode gemiddeld 1,17 punten op 3 gehaald. Dezelfde periode, dus aanstelling van Hoefkes. En over heel het jaar, 1 gezien, dus inclusief makkelijke oefenmatchjes tegen Ierland en zo verder, is dat 1,5 op 3. Ja. Diezelfde Vlaamse pers heeft gezegd dat Martinez nummer 1 is, nummer 1 moest blijven, dat hij zeker en vast tot en met het WK moest blijven, dan mogelijk nog langer. En vond Hoefkes vanaf dag 1 niets bewezen hebben. Mm-hmm. Dat is absurd, dus het is een omgekeerd verhaal. Maar want Hoefkes en Cijfers zitten ook maar nipt onder Clément, bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Maar de verwachtingen, waar natuurlijk wel, ik zeg het, dat compenseert hem in de Champions League. Hè. Dus dat in de Champions League dat zo goed doet. Maar in de competitie is de waarheid natuurlijk dat... Het is ook het spel, het is het vertrouwen. Begrijp het wel, ze aan de kant, van dat ze denken dat hij het niet meer gaat kunnen... Maar ook daar heb ik wel een interessant tegengegeven in op basis van feiten. Als je gewoon puur kijkt naar de spelerskern waaruit dat Brugge momenteel selecteert, dus het aantal jongens die best veel elke minuten spelen, dan zitten daar ongelooflijk veel nieuwe namen bij. En van de namen die niet nieuw zijn, zitten daar best veel half nieuwe namen bij. Als een Odoi-leider van de ploeg speelt daar nog geen jaar. Dat is zeer weinig om daar op te moeten bouwen.
Skov Olsen, een van de grootste smaakmakers van vorig jaar, speelt daar ook nog maar net geen jaar. Mm. Die heeft het recht, zoals elke speler, om een keer een terugslag te hebben na een goed halfseizoen. Mm. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die nog kunnen gebeuren, dat ook deel van het probleem konden zijn. Voor u was het dus te vroeg. Voor u was het te vroeg, Hoefkes ontslaan. Ja, voor mij ook eigenlijk. Zo. Eigenlijk, ja, voor mij heel simpel. Ik vind dat er een heel verkeerd verhaal verteld is geweest. Ik vind dat er eigenlijk een overgangsjaar moest gecommuniceerd worden nu. Wat dat niet wil zeggen dat Brugge geen ambities mocht hebben, in tegendeel. Maar er moest eerlijk gezegd worden, ik heb het eens opgezocht, dat er 10 nieuwe namen, letterlijk nieuwe namen in de zomer zijn toegekomen. Waarvan de 3 spitsen zijn allemaal nieuwe namen. Met heel veel verschillende talen en zo trouwens, en verschillende voetbalculturen. Dus brengt die allemaal samen, je kunt dat niet zomaar instant doen. Dus dat er moest gecommuniceerd worden dat dit een overgangsjaar was waarin dat Hoefkes iets meer ruimte moest krijgen dan hij nu had om ook jeugd te kunnen inpassen. Dat hij de beker van Bagen met een B-ploeg mocht spelen, omdat dat geen doelstelling moest zijn. Dat hij als enige doelstelling moest gezegd hebben, play-off 1 halen en daar terug voor top 2 strijden, zodat we die Champions League drive kunnen aanhouden. Het is natuurlijk al een ongelukkig jaar nu, maar dat mag Hoefkes zijn rekening niet maken. En ervoor zorgen dat we volgend jaar en overwinteren in de Champions League en de titel halen. Maar dat wel nu geleidelijk kan naartoe werken. Met gans een nieuwe kern. Maar uiteindelijk sta je in een kern samen en ik denk dat hij nog altijd een van de sterkste van België is, sowieso. Dus, maar je moet er gewoon dichter tegenaan klammen. Ze zijn het vooraf ook gecommuniceerd, dat Hoefkes voor een zeer zware taak ging staan. Om, ja, hij zei ook 3 titels, oké, maar de film gaat nog veel moeilijker, gaat nog moeilijker zijn dan in derde te behalen. En dat is ook dat is op dit moment aan het blijken. Moet je daarvoor communiceren dat je enkel play of 1 wilt halen? Nee. Ik vind dat je nog altijd het hoogste dat mag zeggen. Hij heeft Hoefkes minder krediet in de Vlaamse pers dan dat Hein van Haasbroek. Ja, want waar is dat Gent nu? Waar is dat Antwerp nu? Zonder Europees 2 punten voor. Met Van Bommel, het wordt er nog niet over gesproken. Waar staat onderlegd al heel het jaar, terwijl heel het jaar gezocht wordt naar complimenten om te kijken wat er toch goed is in dat verhaal? Ja, en Club Brugge Antwerp, we zeggen Antwerp, totaal niet onder de indruk. Misschien enkel gewoon van de weerbaarheid dat ze terugkomen op zich. Maar wij hadden dat was simpel 2-0, heel simpel. En dan plots in een paar minuten tijd was het gekeerd, maar dus totaal niet onder de indruk van Antwerp. Heeft Van Bommel meer soms is dat gewoon minder eerlijk zeker dan van een ander. Maar als wij nu gewoon heel neutraal proberen te kijken naar Karel Hoefkes en zijn functioneren, dan denk ik gewoon dat die beker en de competitie, dat net wat net te weinig van het goede was eigenlijk voor hem erdoor te sleuren. En ik denk ook niet dat het bestuur van Brugge wou met hem doorgaan. Nee. Maar de reden waarom ik sprak over een overgangsjaar is gewoon dat ik het probeer, als je puur neutraal kijkt als buitenstaander naar een ploeg waarin, dus je kent uiteraard Brugge, het is je eigen ploeg, je weet hoe belangrijk dat de namen dat ik ga noemen zijn geweest. Jutla, Laren, Jaremchuk, Soa, Nielsen, Onidika, Meijer en Boyata, waar deze zomer zijn toegekomen. Waarvan dat Sila en Nusa sinds deze zomer uit de jeugd ook zijn ingewerkt in de ploeg. En waarvan dat Odoi, Skov en Buchanan maar nog geen jaar bij de ploeg spelen momenteel. Mm-hmm. Dat zijn, je moet daar connecties in vormen. Die mensen moeten elkaar kennen. Die moeten weten, die heeft liever een bal breed of een bal diep. Die loopt graag in de ruimte. Dat zijn allemaal dingen die je niet spontaan weet. En dat je zelf niet na een goede voorbereiding en zo verder al weet van elkaar. Hoefkes lijkt mij de eerste trainer van Club Brugge die een ploeg krijgt waarvan meer dan 3 sterkhouders wegvallen en vervangen moeten worden door 3 nieuwe sterkhouders. Want Brugge was in mijn ogen de ploeg die Henk net niet was. Henk had altijd als probleem dat Hans de kern kon vertrekken. Brugge had dat niet. Brugge had altijd een heel grote groep spelers die sowieso bleef. De basis bleef altijd. Het waren maar een paar sterkhouders die weggingen. Ik spreek doelbewust over een overgangsjaar, omdat ik dat gewoon ongezien ben op de Brugge. En ik mis dat in de communicatie. Ik heb dat nooit gehoord in de communicatie van, oh, pas op, er zijn echt veel nieuwe namen uit heel veel verschillende culturen ook. Die moeten ingepast worden. Ja. Oekraïner uit Portugal, een Catalaan uit Spanje, een Nigeriaan uit Noorwegen. Dat klinkt niet zomaar. Ja, maar bedoel, dat is ook een beetje eigen aan de grootste club dan zijn op dit moment. Hè. Bedoel, Porto moet ook geen 30 punten achter staan achter Benfica. Benfica moet er geen 13 achter staan achter Porto. PSV moet dat niet doen bij Ajax en bij PSV. En nee, Feyenoord, inderdaad, maar de besturen van die ploegen zorgen er wel voor dat een meer dan de helft A-ploeg wissel er nooit komt ook.
Die hebben ook nooit zo'n drastische... Iedereen is buiten bij van spreken. De Ajax is er mee. Enkel Hans en Simon blijven staan, eigenlijk. Hè? Maar ja, Mechelen, Matta was nu gewoon geblesseerd. En Odoi bleek een goede vervanger. Björn Meijer is volgens mij even goed als de bol. Die is geruisloos ingepast. Ik weet niet dat er daar wordt van gesproken. Dat seizoen. Ik vond hem geruisloos. Meer en meer erin passen. En 6 hadden we vorig jaar niet. Dat we echt gebruikt hadden als 6. Op een bepaald moment speelde Vormer op de 6 onder Schreuder. Bij Odudika was dat echt wel een meerwaarde. Die is nu ook wat teruggezakt. Balanta is er nog steeds, moest er daarop voor gebruiken. Maar ze wonen duidelijk een ander type dan hem. Dus allee, ik denk dat... Ja, er is ook wel problemen. Meijer, Remtjoek, Meijer, Noah Lang, met Skof Olsen, met het Balanta in en uit die kern, Sobol ook, plots helemaal weg. Het is niet gemakkelijk om te managen. En ja, dan word je niet geholpen met een 1-4 thuis tegen Sint-Truiden. Nee, ik bedoel, dat is ook dat sowieso niet. Maar denk eigenlijk, de voorgeschiedenis, hoe dat ik het zie, is eigenlijk dat moment dat Clément in mijn ogen ook weer onterecht en veel te vroeg... werd buiten gebonjourd, want het verschil op Union was maar 7 punten en er moesten nog 15 punten onderling gespeeld worden. 3 in de reguliere competitie en 6 in play-off 1 voor dubbele punten. Dus dan is het verschil van 7 punten in mijn ogen niet zeggend. Vorig jaar Clément, dat eerste half jaar, dat was echt niet meer om naar huis te schrijven. Zo. Maar los daarvan, stel dat we zeggen van oké, Clément is afgeschreven en dat verhaal stopt, of positiever wordt... Monaco trekt aan de mouw van Clément en je kunt dat niet weigeren, dat bot. Dat kan ook zo gebeurd zijn. Ja, dan... dat is een gelukkig toeval, hè. Ja, maar dan vind ik, op dat moment zit je eigenlijk met je overgangsjaar momentum. Schöder heeft veel krediet gekregen van een overgangsjaar. Die moest niet per se kampioen worden, want Clément had het al verkakt. En al hetgeen dat Schöder deed was positief, en al hetgeen dat hij verkeerd deed was de schuld van Clément. Op dat moment moest je de Mel of Hoefkens of Vlijk wel zijn kans gegeven hebben met die feedback er rond. Want er was een overgangsmomentum nodig. En er zijn ook veel van de namen van Clément zijn verdwenen. Dus die transitie brengen was sowieso ook nuttig geweest voor Club Brugge. Maar ik vind dat toen de kans is gemist om de transitie te brengen. En vooral, ze hebben toen gekozen voor iemand die zijn cv dringend moest oppoetsen, die in paniek geschoten is en die met allemaal oude namen heeft gespeeld. En Hans die doorstroom van Clément heeft gepauzeerd. Want onder Clément hebben er veel jonge spelers van Next ook minuten gemaakt. Onder Schöder niemand meer. Dus dat is een half jaar pauze. Dat vraagt dan je zelfvertrouwen en zo verder. Dat is ook allemaal een deel van... de basis die Hoefkens nu niet had. In mijn ogen heeft het bestuur toen geblunderd en zwaar geblunderd. En heeft het bestuur nu vorige zomer een zware fouten gemaakt, ik ga het zo zeggen. En heeft ze vorige zomer hun fouten omgezet in blunders door dat niet toe te geven. En door toch de indruk te wekken van, Schöder heeft de titel gewonnen, er is een perfect draaiende machine, iedereen kan hier gemakkelijk op voorbouwen, dus Hoefkens, je krijgt de beste kans dat iemand kan krijgen. De beste kans? Nee, er is toch gezegd... Nee, ben ik helemaal akkoord... In het begin dat ze zegt dat hij voor een heel zware taak ging staan, sowieso. Ze hebben hem ook de ruimte gegeven van we meten maar naar de Champions League qua tijd dat je hebt om je kennis aan te stellen. De kern die er is, ja, dat is toch wel ook wat sterker dan 2 en 3 jaar alleen en dan vorig jaar. Completer. Qua individuen, ja. En in de Champions League heeft hij er toch een team van gemaakt. Dus dan denk je dat staat er, maar het is gewoon jammer genoeg weer afgebrokkeld. De piek, dat ik zeg, is gewoon weg. En als je kijkt naar het spel dan, en het vertrouwen van het team, ja, stond op zo'n laag pitje. En vaak wordt dat toegeschreven aan de trainer. Ja, dat is waar, maar ter vergelijking, Felice Mazu heeft deze begin van dit seizoen, heeft hij het excuus gekregen van de overgang. Terwijl er minder individuen van de A-kern van Anderlecht zijn vertrokken en minder nieuwe namen zijn moeten ingepast worden. Feitelijk gezien klopt dat gewoon niet. Dat is het punt dat ik wil aanhalen. Feitelijk gezien heeft Hoefkens verkeerde feedback gekregen. Ik vind dat een belangrijk deel van het verhaal. Ja, maar nu, nu lijkt het alsof dat Hoefkens een soort slachtoffer is van Club Brugge, terwijl dat hij eigenlijk... van de media, zeker 100%, dat is mijn punt. Ja, van de Brugge media. Zelf, ik moet zeggen, ik vind het net heel sterk van Brugge dat ze constant de competitie, de Champions League als doelstelling uitspreken. En ik vind het ook sterk van Club Brugge dat ze tot voor kort nooit zijn meegegaan in de vragen van moet Hoefkens in vraag gesteld worden en zo. Ja, oké. Ik vind het spijt dat ze het niet gegaan zijn. Nee, ik had het eigenlijk over de media. De quote-unquote neutrale feedback, want die is niet neutraal. Dat is nee. Een belangrijk deel van het probleem ook. Maar dat is nu eenmaal hoe dat media werkt. De een had
We kunnen daarover gefrustreerd zijn, we kunnen erover kwaad zijn. Maar je moet er mensen rekening mee houden, dat mis ik in het verhaal. Ik vind persoonlijk, de fout van het bestuur van Brugge is een zware naïviteit richting hoe neutraal is de wereld rondom mij. Ja, maar ik denk dat het bestuur van Brugge, mijn manhart nuchter genoeg is, om daar doorheen te kijken. Dat zou moeten, maar ik vind het net van niet. De media is erin geslaagd, een paar jaar geleden, ben vergeten wanneer, onder die Fransman, hoe noemt hij weer, Butele, een keepersprobleem te creëren. Maar dat was een keepers... Dat er helemaal niet was, bijvoorbeeld. Dat was echt een keepersprobleem. Echt, het is er geraakt, het is er geworden, uiteraard. Maar het is voorspeld in de media toen het er nog niet was, en het is uiteindelijk een keepersprobleem geworden, omdat het bestuur erin meegegaan is. En de trainer toen ook. Dat is hetgeen dat ik irritant vind. Clément was geen probleem in mijn ogen. Ik had echt super lang gewacht om Betel te vervangen. Dat was tot irritante toe. Dat was een klein beetje... Ja, omdat Predon net boven de media wil staan. Dat is één van de dingen dat ik net zo sterk vind van Predon. Heeft die bestand daar ook altijd gedaan. Ja, maar Predon laat hem niet doen door de media, maar zijn bestuur doet dat wel. Maar toen moet je compliment aan Martin is geven dat hij dan toch niet gezweten is van alle druk van de media voor ik zeg maar... Je maakt start en laatste match van de... In zijn laatste match. Behalve in zijn laatste match. Maar ja, nee. Ik zou het niet te ver drijven. Club Brugge underachieved in de competitie. Het ligt uit in de beker thuis tegen STVV. Het is dat hard aankomt. Niet wat dat Thomas Staken van het laatste nieuws zit te zeggen over ons. En dat er misschien al een beetje doorsijpen bij supporters. Nee, het is gewenning van succes in combinatie met van alles. En daarom... is het wat het nu is. Dus voilà. Die internationals op 2K is een groter probleem dan wat Niels Poissonnier ook maar wil zeggen. Ik bedoel... Maar toch is hoe ik het als buitenstaander aanvoel, het is dan een beetje conspiratie denken, maar dat is mijn persoonlijk denken. Naar mijn aanvoel zijn de voornamelijk Antwerpse media, want dat valt ook op, dat de meeste spreekbuizen van daaruit geronseld worden. Eigenlijk al sinds vorig jaar vruchteloos op zoek naar Antwerpse coach Clément, een duidelijke succescoach. Neutraal supporter ziet dat direct. Drie titels winnen op rij met twee verschillende ploegen is ook ongezien van de reden. Om die graag naar Antwerpen te trekken, om die Antwerpen naar een zo vlug mogelijk kampioen te maken, want dat is de bedoeling. Dus moet die weggeplukt worden bij Brugge en moet die daar losgewrikt worden, wat gelukt is. Helaas niet gelukt richting Monaco, dus wordt die nu constant getrashed in de communicatie rond Monaco, want Clément mag niets goed doen bij Monaco van de Vlaamse media. In de hoop dat hij goedkoop genoeg wordt om naar Antwerpen te kunnen gaan. En in afwachting, omdat dat niet lukt, hebben ze nu een nieuwe toevallige Antwerpen naar Hoefkes, die ook weer instant een succes blijkt te zijn, veel meer dan Van Bommel, die ze al heel de tijd proberen zo goed mogelijke feedback te geven op dat Van Bommel zichzelf kan uitvinden, maar Van Bommel kan dat niet. En nu proberen ze mij nog een Hoefkes los te wekken om dat verhaal over te nemen. En dan, bij Antwerpen. Om hem daar naartoe te duwen, zeg maar. Want de feedback rond Antwerpen klopt ook helemaal niet. Maar ze hadden wel een hele goede trainer bij Antwerpen een paar jaar geleden, hè? Ivan Leko. Ja, en, inderdaad. Nochtans had hij daar niet zo... Door de pers had hij daar ook wel... Was hij toch ook een beetje de zwarte piet toegeschoven gekregen. Terwijl dat hij eigenlijk... Werd hij, uiteindelijk. Het is... Het probleem is gewoon dat... Ja. Want als Gent uiteindelijk naast alles van ambities grijpt, durft de pers ook wel eens kritisch te zijn op Van Haasbroek, hoor. Maar dat soort momenten zou het ook absurd zijn als ze hun mond zouden blijven houden. Het hekken is gewoon dat bijvoorbeeld Priske. Priske is vorig jaar op handen gedragen doorheen het seizoen, dat hij ons instant eruit lag, schaamteloos in Europa. Werd instant genegeerd gewoon, die mocht gewoon zijn ding blijven doen. En op het einde van het jaar bleek dat die lijn zich gewoon heeft doorgetrokken, dat Priske nooit iets waard was. En dan plotseling had ze kritiek op hem. Hetzelfde verhaal met Van Bommel. Van Bommel werd van begin af aan op handen gedragen. Die dacht dat was direct eruit tegen... Die heeft saamteloos 0-0 gelijk gespeeld tegen Kosovaren. Dat bestuur met trot op zijn wangen heeft moeten een onbekende speler wegkopen voor een hoog bedrag om te begebaren dat dat een grote ploeg was. Mm-hmm. En de pers heeft dat genegeerd. Nee, het ging enkel maar over een 30-30. Daarna heeft Franken meer dan 30-30 gehaald. Dat was een asterikske op... pagina 17 van de nieuwswebsites, want dat moest allemaal niet geweten zijn. Dat contrast is gigantisch. Het is heel duidelijk al langer de bedoeling dat Antwerp kampioen wordt vanuit de media. En die geven feedback en naar concurrenten oneerlijk toe en naar Antwerp toe oneerlijk toe om dat verhaal te aanvaren. Maar zoals ik dat juist ook zei, het had altijd een beetje oneerlijkheid zijn. En oké, dat is toen misschien wel nu in het voordeel van Antwerp, maar uiteindelijk
de niet-kritiek die er dan komt op Mark van Bommel, ja, het is ook een beetje half in hun eigen voet schieten, want uiteindelijk blijft dat misschien wel rustig, maar ze staan maar 2 punten voor en dat is het. Dat is de reden waarom ik het altijd grappig blijf vinden, omdat het inderdaad niet werd. Ze zijn zelf onbekwaam. En maar geen Van Haasbroek net hetzelfde. Kijk, ik maak mij daar nu gewoon op dit moment niet zo druk in. Ik zie wat dat ik zie op het veld. En ik denk dat dat nog altijd het belangrijkste is. Ik vind het veel erger dat het publiek niet meer het publiek is, zoals 4 jaar geleden. Dat dat enkel maar kan in play-offs tegen Union of tegen Antwerpen in de play-offs of op Champions League avonden. Ik denk bij dat dat een groter probleem is vanuit Brugge standpunt dan de Vlaamse media. Ja, maar als we het Brugge standpunt erbij pakken, ik zie dat als gevolg van dat Vlaamse media verhaal. Er kan een andere oorzaak aan liggen, dat laat ik in het midden. Maar vind ik het absurd persoonlijk en eigenlijk dat binnen de loop van nu ongeveer exact 1 jaar tijd de 2 grootste succescoaches uit de geschiedenis van Club Brugge door de achterdeur naar buiten worden geduwd. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, echt totaal niet kunnen. Moest dat op Kortrijk gebeuren met ons succescoaches, ik zou afhaken. Ik vind dat geen verhaal waar ik mee kan herkennen als ik supporter wil zijn van Brugge. Ja, maar je bedoelt Klimaan nu. En Hoefkes, alle 2. En Hoefkes. Maar ik vind dat van Leko ook. Meestal vertrekt de trein er niet door de grote poort. Dat is alleen maar Michel Prudhomme gelukt. Ja. Het is zelfs Tronsolje niet gelukt. De Tronsolje had een fantastische videoboodschap voor ons. Pas op, het is fucking Schöder gelukt. En ik bedoel dat zeer negatief, want heeft alles kapot gemaakt daar. Die heeft de halve rol stilgelegd van Gruy die er was op Club Brugge. Ja, dat is jouw standpunt. Dat is uw standpunt. Kapot gemaakt, ja. Hij heeft gewoon een inhaalrace ingezet. En die is jeugdspelers... Heeft u Noël laten verliezen tegen zichzelf? Wat lief? Heeft u Noël laten verliezen tegen zichzelf? Schöder heeft niets, maar ook niets van verdienst aan de titel vorig jaar. Union had de titel en heeft die gewoon niet genomen en gegeven aan Brugge. Veel meer dan dat Schöder ook maar iets heeft afgedwongen daarvan. Antwerp zat onterecht in play-off 1. Onterecht kon die strijden voor de titel. Kon enkel maar voor de derde plaats van hem die gehaald. Ja. En Union wilde het niet afmaken. Daardoor is Schöder kampioen geworden. Maar mensen maken daarvan. Ja, dat Schöder is een goede coach. Als een voetballiefhebber worden dat fantastische matchen. Zeker de Brugge-Union thuis. Echt waar. Het zat er alles in. Spanning, kans naar beide kanten. En je had die misschien net wat meer verdiende. Maar ja, dat is wel voetbal, hè. Niet altijd, ik vond zelf Antwerp een non-match in de play-offs. Ik vond... Club Antwerp was in de play-offs een non-match, ja. Maar Club Antwerp ook... in de competitie, in de terugronde, ergens in februari, was een fantastische match van Schröder. Maar dat gaat over 1,5 punt, hè. Ik heb het echt letterlijk over slechts 9 matchen waarin je alles op alles moest zetten. Dat zijn die 6 matchen van Hoefkes nu in de Champions League plus 3. Er zijn ook supporters die niet naar de Champions League gaan. Ja, er zit veel volk in. Ja, ik wil gewoon naar het stadion gaan voor een goede match te zien. Hè. Ja, oké, maar bedoel... Het is niet enkel al dezelfde volk. Als de filosofie is, we hadden voor de titel moeten spelen en Schöder is daarin gelukt, dan moest hij dat uitvertalen in mijn ogen op een geloofwaardige manier door in play-off 1 de beste ploeg te zijn. En dat was niet het geval, want Union was duidelijk de beste ploeg van play-off 1. Ja, maar het gaat maar over vorig jaar. Nee, maar ik kan maar zeggen, dat is een toevallig verhaal waarin dat mensen het anders lezen. En vooral Schöder krijgt... het krediet dat een Clément en Hoefkes nooit gekregen hebben. Ja. Terwijl dat Hoefkes Clément zoveel meer bewezen heeft. En eigenlijk maar Schröder ook... mocht vertellen bij Club sowieso, hé, ondanks de titel. Van bestuur, ja. Van bestuur, ja. Maar en dan kreeg Hoefkes... Ik heb het moeilijk om met Club Brugge supporters te discussiëren, en veel Club Brugge supporters te discussiëren, dat Schröder überhaupt iets verkeerd heeft gedaan. Dat is een beetje het probleem dat ik heb. Die man wordt veel te hoog ingeschat en... Maar nee, ja. Ik heb het lang moeilijk gehad om een compliment te mogen geven aan Clément zelf, supporters. Ja, nee, Clément is zijn verdiensten. Wie had er dat nu niet toegeven? Maar Schröder had op zijn manier ook zijn verdiensten. De verdiensten die hij nu niet gaat toegeven. Maar... ik ga het harder zeggen. En als hij in het proces dat hij zegt, heeft stilgezet, dan dat hij dat over Ineos van der Bremt, die vertrokken is toen dat hij er net was. En dan heeft Noah over, en Bamba bijvoorbeeld, hij heeft ook Noah en Bamba. Gaan nu willen vertrekken, bijvoorbeeld. Ja. Hoefkes is volledig pro Noah en Bamba. Wat bedoel... Ja, ik weet dat dit ook een beetje een mentaliteitsprobleem bij hem nu ook, hoor. Maar dat kan zijn omwille van die terugslag die hem gehad heeft onder Schröder. Dat kan, het is maar theoretisch, hoor. Dat zijn insinuaties, maar Noah en Bamba is maar theoretisch, uiteraard. Een performance gezet dat je zegt van wow, dat is nu echt een man die op middenveld moet blijven staan.
En hij heeft ik zeg Bram Quarter mee, ja, het is maar theoretisch. Het is dus, ja. Obi Olari maakte als jeugdspeler meer indruk dan Noah Mbamba. Hè. Je moet dat ook. Ja, Abakar Sila stapt nu toch ook. Oké, dat is toch geen echte jeugdspeler, maar dat komt vanuit Club Next. Dat is met Bam. Dat is, je ziet direct van wow. Dus ga even wat concreter. Er is ook wel een verschil in jeugdcategorieën. Nee? Mbamba was u 16, Sila is 17 geworden. Onder Hoefkes nu stond het ook stil op middenveld, werd er ook weinig Odor en Sandra en ook niet zoveel gespeeld. Jawel, maar als ik een keer mijn harde uitspraak van vorig jaar mag maken, dat ik dat nu hopelijk meer in geloofd wordt dan toen, zeker dat mensen weten dat Schöder in Ajax heeft gedaan of van toen is. Ik zei dat Clément altijd kampioen ging spelen of minstens kampioen ging verdienen te spelen met Club Brugge. Had hij gebleven vorig jaar en de vierde titel op rij kunnen winnen, veel meer kans had zelf dan Schöder. En dat Schöder hem gewoon, dat Schöder voor een veel te belangrijk stuk afhankelijk was van Union. Dat je nooit kunt zeggen. Ik vind dat zelfs als ik het. Ik ken niet alle titels van Club Brugge, maar het zou me niet verwonderen als vorig jaar, dus met voorsprong, zwakste en minst verdienste titel was van Club Brugge. Uit de geschiedenis. Ja, dat kan, ja. Maar dat is ook door het onfaire systeem dat de play-offs zijn, natuurlijk. Nee, want Union was. Het is een groot verschil met Waregem in tijden die tweede in de play-offs ging en bijna eerste is geworden de laatste speeldag tegen Anderlecht. En Union, die gewoon heel het jaar lang de beste ploeg was en de play-offs dat bevestigd heeft. Ja, ja. Ik bedoel, het is veel. Als dat misschien even terug naar de coach terug gaan. Er wordt nogal wat gespeculeerd over de coach. Had jij misschien een voorkeur, Joppe? Ik vond Ralf Hasenhüttl wel interessant. Wat dat haalbaar is. Die heeft dat toch bij Leipzig vrij goed gedaan, Ingolstadt. In Southampton heeft hij toch een lange tijd mogen vertoeven, dus dat je dat kan halen, maar ik denk niet dat dat haalbaar is eigenlijk. Maar anderzijds, ik heb nu net gezien dat ze met Scott Parker aan het praten zijn. Ja, dat weet ik gewoon niet wat dat kan geven. Of ik ken te weinig van. Ik heb hem te weinig bezig gezien bij Fulham en bij Bournemouth om er een goed beeld van te hebben. De ideale trainer, als ik nu zo moet. Ik vind het zeer moeilijk om in het midden van het jaar iemand te kiezen. Ik zeg een Hasenhüttl. En anders zou ik Frank wel stelen van Racing Henk. Daar ga ik niet mee akkoord gaan. Nee, en ja. Ik had dan eerder verwacht dat de Brugge supporter nu ging zeggen: Gerards wegplukken van Union. Karel Gerards mag ook, maar ik wil er geen hoofdpersverhaal van maken. Dus laat Karel Gerards maar gewoon 2 jaar daar en dan komt hij wel. Met veel plezier. Hij gaat komen met veel plezier ook. Ja, van die Scott, ja, dat nu het meest genoemd wordt, ja, dat is die een dag tweemaal gepromoveerd en gedegradeerd was. Hè, met Bournemouth en Fulham zeker. Ja. Nu, dat lijkt me iemand dat wel goed kan spelen met topploegen. Enfin, met topploegen in zijn reeks dan, hè, want ja, als je 2 keer kunt promoveren. Nu, het is ook wel iemand die Odoi goed kent. Dus dat is misschien toch wel een beetje het pad Odoi dat ze kiezen dan. Ja. Hem zijn, hè. Ze gaan het al sinds een keer vragen aan hem. Voilà. Ze zijn hem al sinds gepost aan Odoi. Dat is zeker. Maar ik vrees ik vooral een beetje de combinatie van hetgeen dat Job ook terecht gezegd heeft van echt succesvolle coaches moeten financieel ook haalbaar zijn. En dat daar het grootste zoentje wringt, want het enige te geloofwaarde verhaal in mijn ogen is iemand die indiscutabel is. Het omgekeerde van een Schöder had ook al geen cv als die toekwam. Ja, okay. Dine Potter heeft ook geen zuivere cv. Het is Parker. Parker, ja. Okay. Graham Potter zou nog wel beter zijn. Maar. Ja, dat mag ook. Ziet, ik kon toch enkel naam die cv hebben. Ja. Nee, dus nee, kijk, de eerste naam die ik wel relevant vind, is Torup. Moest je Torup kunnen binnenhalen, dat vind ik wel iemand die enkel maar bewezen heeft solide te zijn tot nu toe. En de basiscompetitie ook kent. Als dan toch kampioen in Denemarken. Nee. Ja, maar ook. Maar ook bij Racing Henk en AA Gent op soms relatief korte tijd echt al veel bewezen. Bij AA Gent was die tweede, heeft die kwartfinale Europa League gehit, dacht ik. En beker gewonnen? Nee, dat niet. Nee, doet er niet toe. Maar in elk geval, hij een onzin hoog niveau gehaald. Dat was zelfs De Wit en zo. Die stoeven van, je moest altijd de titel winnen, kom, buiten. Als je zo ver gaat in Europa, moet de titel winnen en baai. Dus Hens, heb het verkakt. Ik denk dat Gent hen 1 ontslag volledig beklaagt en dat is die van Jes Torup. Dat was zo achterlijk. Tuurlijk, maar Jes Torup, ik weet niet of dat nu de perfecte man is. Maar het is een succes voor als je nu zegt van wij moeten nu dringend terug
de trein op de rails krijgen en gaan voor de titel of zo hoog mogelijk, zo dicht mogelijk bij de titel en zo verder. Dat vind ik terug het enige geloofwaardige verhaal, want anders moeten al financieel zotte dingen te gaan doen. Want dat kan in principe, heb ik met Remtje ook gedaan. En dat mag zeker, hè. Maar die kan dus wat kleiner, dat volg ik u ook in, het ook eraan geven. En het alternatief leek mij weer iemand ja, die een hit of een miss kan zijn. En dan moet je weten dat Brugge echt al een zeer moeilijk klimaat heeft. Met de feedback vanuit de media en de druk die erop gezet wordt. En het publiek die niet altijd meegaat en zo verder. Dan moet je echt al iemand pakken die daarmee om kan. Maar ik denk dat Jes Torup natuurlijk een nadeel heeft dat hij slecht geëindigd is bij Kopenhagen. Zeer veel goals tegen. En dat dan nu net iets zijn dat we ook wel moeten werken. Dus ik weet niet of dat hij de geschikte kandidaat was. 2 jaar geleden ging ik zeggen, ja, we gaan hem van Gent kippen aan op een goed moment. We gaan hem wel kunnen verleden. Maar nu denk ik van ja, na zijn falen in Kopenhagen, ik weet het niet. Is het ook niet onder hem dat Remsjoek tot z'n recht gekomen is? Ik weet dat nu niet. Ook, niet ja. Als, ja. Ja, ook. Zeker en vast, ja. Wat vind je van het feit dat Vragen een dubbeljob heeft in het zoeken naar een coach? Goh, ze hebben hem zelf gevraagd, he, toch? Hij maakt deel uit van een taskforce. Dus ja, ze hebben gevraagd daarvoor. Ja. En 20 jaar alleen was het gewoon Constant van de Stok die bepaalde wat dat er gebeurde. Zo is ook relatief. Er zitten ook wel mannetjes van Vragen binnen de groep van mensen die hem gevraagd hebben. Dus het kan ook een vestzak-broekzak-operatie geweest zijn. Ja, Peter Bosselaar zelf. Maar wat is het voordeel nu van Vragen voor dat te doen? Wel, dat er eigenlijk meer mensen op zoek gaan naar de coach die hij nodig heeft bij Brugge. Zijn de prijskwaliteit de beste keuze om een topverhaal op gang te krijgen? Ja, maar dat is de grote schrik dat wij neutrale supporters daar rond hebben. Ja, maar dus Vragen... Ja, ik spreek niet alleen hoor. Nee, natuurlijk. Ik veel mensen al, ja. Die daar, ja. Ja, maar zelf van neutrale supporter niet gesprek. Vragen wou toch niet dat Hoefkes al buiten gooien voordat hij wist dat Martinez ging staan? Nee. Dus, punt is vooral, wat vinden we van de combinatie? Wat is het gevaar van die combinatie nu? Hè? Niet van, ja, is die combinatie uitgelokt of uitgedokterd of zo verder. Anders had Vragen eigenlijk slim moeten zijn in mijn ogen en Martinez buiten smijten in de zomer. Of vorige winter, kon ook. Net elke dag hebben we er een van hem buiten smijten. Ja, wijzen gewoon dat ze maakt deel uit van een groep mensen, waaronder ook die van Antwerpen en van Standaard, ja, weet ik veel wat. Ja, die van Standaard helemaal net is toegekomen, ook bizar genoeg. Ja, maar blijkbaar alleen maakt hij wel een heel goede indruk. Ik kon ook naar de Brugge komen trouwens, die Pierre Lochten. Maar ik pees dat toch nog wel net wat andere profielen zijn die bij de zoeken. Ik pees dat klopt. Dat wordt ook gezegd in de media, maar ik denk dat ook klopt. Ik pees niet dat Scott Parker plots bondscoach geworden van de Rode Duivels of Ralf Hasenhüttl. Ik weet het niet. Er wel een beetje voor, denk, ja. Ik vrees dat types à la Schöder en zo verder op de bovenaan de verlanglijst van beiden staan. Ik heb weinig vertrouwen in beidens kwaliteiten voor goede coaches te zoeken als ik kijk naar de vorige namen die extern werden gevonden. Niet intern doorgegeven. Intern doorgegeven vind ik wel goed. Heb je niet over de taskforce puur of wat? Ik heb het over Martinez die de vorige keer de Poulin was van Vragen. Want dat is ook een geen geheim. Nee, ja. Vragen was er altijd trots op dat zijn kerel was. Ik vond dat ik altijd een slechte bondscoach gevonden. Dus als hij nu een opvolger moet zoeken, dan lijkt mij dat eerder een Martinez-achtige kerel. En ik zie eigenlijk wel best veel gelijkenissen tussen een type Martinez en een type Schöder. Als in mensen die vooral weinig bewezen hebben en die ons verhaal kunnen gebruiken als gigantische boost voor hun eigen carrière, eerder dan omgekeerd. Oh ja. Ik vind het wel, gewoon wel een intensieve periode voor Vragen eigenlijk. Hè. Zo twee topfuncties, zo twee coaches moeten gaan zoeken. Ik zou er zelf niet graag achter staan, moet ik zeggen. Hè. Maar hij moet het niet alleen doen. Hè. Dus ik denk dat het wel meevalt. En wat ik ging zeggen, tot 2018 met Martinez kunnen we puur qua resultaten niet klagen met die derde plaats. We hadden ook heel de wereld daarbij gezien. Hij doet de verkeerde ding in de halve finale tegen Frankrijk. In die match pakte hij het verkeerd. De tweede helft tegen Brazilië eigenlijk al? Ja, inderdaad. Allee, en misschien gewoon slecht starten tegen Japan. dat was eigenlijk ook... Geen dubbele meepakken voor Meunier. Daarmee start je gewoon nooit tegen Frankrijk. Maar in voetbal moet je een beetje geluk aan. Ik bedoel, dat is nu eenmaal zo. Voor hetzelfde gaat Argentinië er ook uit tegen Nederland nu. Maar één rest achter meenemen als Castagne bij Atlanta zit, is sowieso gewoon een blunder. Zelf als ooit 2K gewonnen hebben achteraf, dan heb je gewoon goede chance gehad. We hebben geen dubbele voor Meunier mee.
Nee, maar er waren toen niet zoveel rechtsbacks. Castagne, Atalanta was de basis. Is dat 20 jaar of zo toen. Ja. 21. Was hij toen vast de basis Atalanta op dat moment? Ja. Ja, oké. Toen is dat de blunder. Dat is waar. Ja. Maar wat ik nog zeggen, tot 2018 had Martinez wel nog iets te verantwoorden en had hij nog af en toe gesprekken waarin dat hij zijn eigen moest verdedigen tegenover Vragen. Want Vragen is wel koelbloedig genoeg om te zeggen, ja maar nee, daar stopt het en nu ga je de verkeerde kant op, trek ik het terug, weet ik veel wat. Maar vanaf dan, 2018, wordt hij nog een keer technisch directeur bij de bond, omdat de bond zo beslist. Dat was voor u. Was voor u. Ja, het was wel niet tegen Vragen, het was tegen die man die nu bij Marokko zit als technisch directeur. Chris van Peuvelde, ja. Ja, die was toen technisch directeur, maar Vragen zat wel bij de bond toen als een andere functie. Dus. Ja, maar... ja, was toen nog bondsvoorzitter. Ja, ja. Was het? Ja, inderdaad. Ergens CEO of voorzitter, zo inderdaad. Ja. Maar whatever, ja. En toen heb Vragen er net uitgestapt, omwille van de duo-jobjes dat dat niet meer verenigbaar was. Maar ja, goed, ik denk dat toch het merendeel van het brede publiek de selecties van Martinez ja, zeer vreemd vond en dat vooral Anderlecht er kon van profiteren. Nee, die Matta op de laatste speeldag, dat is precies hetzelfde als Chimanga met Georges Leens. Dat was ja, exact. Zeer bizar. Kastanje thuis laten voor Janus hè, is dezelfde keuze. Ja, ja. Want op dat WK is Janus dan erbij genomen dat je zegt van wat heeft hij daar te zoeken. Ja, dus tja. Afwachten. Voilà. Ik denk dat we snel kunnen afronden ook. Ik denk niet dat we nog veel meer te vertellen hebben. Het is ondertussen al meer dan 3 kwartier ook. Dus ik zou zeggen, Joppe, bedankt voor in te bellen. Wie gaat de volgende gast zijn met de Clubcast? Weet je dat al? Ik denk dat we het gewoon wel onder elkaar gaan doen. Deze keer. Maar de man of drie, er is geen... soms doen we het ook gewoon met 3 of met 4. Doe een keer zot. Dus de pot en de pannen, zoals Nico dat zeggen. Ik pijs trouwens dat Stijn Steinen een betere coach is dan dat er nu wordt van gezegd. Zeker. Stijn Steinen, ja. Zeker. Ik heb er ook best... Het is echt wel goed dat veel clubsupporters opnieuw die sympathie hebben gevonden voor Stijn Steinen. Ik vind dat zelfs... Dat zou misschien de bedoeling niet geweest zijn, maar ik vind dat zelfs geen gek voorstel als je zegt van wie zou het er mogen nu kunnen overnemen bij Brugge en in dit verhaal er iets van kunnen maken. Vind ik Stijn wel een geloofwaardige kandidaat, eerlijk gezegd. Ik stiekem ook, maar dat gaat niet gebeuren. Joppe, je hebt zijn nummer. Wij van de Klokken hebben ook zijn nummer. Als we hem allemaal blijven sturen, dan gaat hem wel moeten. Het is dat. Het lijkt me wel iemand die ook goed is in crisismanagement. En dat is sowieso een belangrijk deel van het verhaal. Dat is ook misschien iets van kritiek naar Hoefkes toe dan richting mezelf toe. Want we volgen elkaar, we herkennen elkaar niet echt in elkaars punt soms. Misschien is Hoefkes ook wel gewoon zeer sterk in crisismanagement. Wat verklaart hem wat hij in de Champions League zo goed kan doen. Maar misschien iets minder goed is en ja... Matchen met minder druk op, zeg maar. Ik wil er wel nog aan toevoegen, want nu lijkt het alsof dat ik zo Hoefkes niet kon appreciëren of zo, maar ik vond dat dus fantastisch, hé, die periode met hem nu. Ik heb er enorm van genomen en voor mij voelt het zeer pijnlijk aan dat hij ontslagen moet worden. Hij heeft ook gezet, hij is de eerste Belgische coach is lange tijd die met Club Brugge, ik kan overwinnen in de Champions League. Dit is, Voor mij is het pijnlijkste. Voor mij is het pijnlijkste ontslag sedert Jan Keulemans. Hè. Dus, dat gevoel dat deel ik wel een beetje. Met Jan Keulemans dat vind ik een goede analogie, ja. Klopt. Ja, toen we daar toch een beetje aan denken. En dan, en dan vind ik het zeer jammer dat er supporters zijn die hem zo beschimpen. Met de Kasje ging dat nooit gebeurd zijn. Maar Karel Hoefkes wel, en dat vind ik zeer, zeer jammer. Voilà. Ik kan mij er enkel mee bij aansluiten. De neutrale supporter in mij heeft enorm veel sympathie gekregen voor ook Clément, dat wil Clément in betrekken zelf. Het is daarvan dat ik het zelf ook dubbel zo zwaar vind. Ik heb een beetje schrik dat echt zeer goede Belgische coaches, echte topcoaches zelfs, momenteel een beetje de omgekeerde feedback krijgen van hetgeen dat ze verdienen. Kijk, maar ik kan alle vertrouwen in Karel Hoefkes, dat is een sterke persoonlijkheid. En als hij nog wil coach worden, gaat hij erin slagen. Ja, en als sowieso. Het dan via Onomweg is, mag het via KV Kortrijk zijn volgend jaar. We gaan hem nog wel tegenkomen. Voilà, het is dat. Oké, Joppe, merci voor in te bellen. En tot de volgende. Hè. Jullie ook bedankt. Gelukkig nieuwjaar, iemand, binnenkort. Jo, hetzelfde. In diezelfde context wil ik nog een keer kort één iets anders zeggen, een kleine shout-out naar jullie grote concurrent. Clubcast. Nee.
dat Company nu ook wel duidelijk beweest, zonder het gaslight en gedoe van de Vlaamse media rond zijn kop. Die hebben een zuiver verhaal met een bestuur die zuiver in hem gelooft. En die man zit er toch direct, hè. Ja, blijkbaar inderdaad. Hè. Ja, dus echt wel knap wat hij er... Nee, het is dat. Ja, dat is goed gewerkt, ja. Altijd goed toen ik een shout-out doe en de andere Belgische coach het goed doen. Hè. En op die nota zeker. Hebben we net gezien dat Will Stills aan het winnen was met Reims. Ook, juist. Van ja. Ren, ook een Belgische coach die plots door aan het komen is. Het was aan de rust, maar eigenlijk is die match niet relevant, want zijn verhaal is gewoon al knap. Ja, voilà, dat bedoel ik. Ja, zeker en vast. En Clément doet het desondanks wat de media zegt ook helemaal niet slecht in Frankrijk. Hè. Hij staat net achter de supertop nu. Zeker. Vijfde plaats, maar dat is eigenlijk allemaal wel zakdoek. Frankrijk is ook gewoon een supermoeilijke competitie. Als je daar elk jaar kunt bevestigen door in de subtop te staan, denk ik dat gewoon eens niet goed is. Het is een beetje zoals Engeland ook, denk ik. Als je een verplaatsing maakt, is dat de facto zwaar. Ja. Zelfs is dat tegen een kleine ploeg, dat blijft een zware match. Inderdaad. Nou, ik zie onze kamer, dat biedt ook uitval volgens mij. Dus we zullen best ook uitvallen. Het is dat, hè. ik zeg jou, muziek is voor te kijken, hè, in deze Karel Hoefken special. Ja. Mocht er nu toevallig al een nieuwe trainer gedropt zijn, terwijl we aan het opnemen waren, of tussen de tijd van het editen, ja, dat is jammer. dat hebben we dus niet kunnen vermelden. Nee, maar sowieso ook een shout-out naar Karel nog. Veel succes in uw toekomstige carrière. En weet dat je enorm grote ogen geworpen hebt naar best veel neutrale voetbalsupporters toe. En ik ben benieuwd wat dat het vervolg zal zijn. Ik hoop persoonlijk dat het niet Antwerpen is, in elk geval. Voilà. Ook al omdat dat... Ja, ik denk dat elke clubsupporter dan met u hoopt, hoor. Dat is het probleem. Moet je zelfs niet uitleggen. Nee, maar ook gewoon een neutrale Belgische supporter van mij vrees dat Antwerpen is ook een verhaal waarin dat de feedback niet klopt, want dat is toch zo kort aangehaald. Antwerpen is bijna altijd een eindstation. Ja, voilà, inderdaad. Er zijn weinig mensen die zichzelf verbeteren na bij Antwerpen gepasseerd te zijn. Voilà, en Daily Blind gaat dan een keer gaan bevestigen binnenkort. Dus, voilà. Voilà. Dus ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer. En wanneer, exact, weten we niet. We houden op de hoogte. Het is dat. Voilà. Joe. Oké. Okay.